Ik heb hier het nummer van degene die vrijdagavond bij The Voice komt optreden. Het enige dat ik weet is dat het een man is, maar verder heb ik geen flauw idee wie ik ga bellen. Ik ga een paar vragen proberen te stellen en aan de hand daarvan kan je misschien raden wie het is, samen met mij. Even kijken, ik ga hem nu even bellen. Dus luister goed naar zijn stem, hè, want misschien kan je dan raden wie het is. Hoi, spreek met degene die vrijdagavond komt optreden in The Voice. Ja, zeker, daar spreek je mee. Wat leuk, wat leuk. Ik heb gehoord dat je nog niet gaat verklappen wie je bent, maar ik wil wel een paar vragen stellen. Ja, stel maar. Want heb jij bijvoorbeeld zelf ook meegedaan met zoiets als een talentenjacht? Nou, vroeger wel, maar niet zo groot als The Voice. Oké. Nee, dus eigenlijk niet. Oké, spannend, spannend. Ik weet nog niet wie je bent. Ik neem aan dat je komt optreden, maar ga je verder nog iets doen? Nou ja, ik ga in ieder geval zingen. Ja? Dus dat is bekend dat ik een zanger ben. Optreden is natuurlijk een heel erg breed begrip, hè? Ja. Verder denk ik dat ik eventjes bij jou langskom. Ja. Ik meen je stem al een beetje te herkennen. Ja. Maar leuk, en dan zien we jou in ieder geval vrijdagavond. Ja, te gek, ik heb daar in ieder geval heel veel zin in. Ik heb denk ik al een beetje idee wie ik net aan de telefoon had. Denk jij het nou ook te weten? Laat het even achter. Zeg het even tegen ons. We willen het altijd weten. Je kan ons natuurlijk via Huis, Facebook, YouTube, whatever, Twitter. Kan je ons bereiken? Wij horen heel graag van je. En hij is er in ieder geval vrijdagavond bij.